Het was groot en heel leuk nieuws, ruim 5 jaar geleden alweer. Lionel Messi tekende een contract hier in Nederland. De stervoetballer, toen al 3 keer uitgeroepen tot de beste van de wereld, verbond namelijk zijn gezicht aan de Space Scooter. En dat is een stepje van het Nederlandse bedrijf Easy 2 Company uit Herugowaard. Hier zie je de opnames backstage van de commercial van een speciale Messi-editie van dat stepje. Nou, hoe ging dat in zijn werk? De Nederlanders hadden gewoon zijn management benaderd, wat uitgelegd. Ze werden uitgenodigd in Spanje en na een demonstratie rondje was eerst Messi's vader verkocht en een paar dagen later de Barcelona-vedette zelf ook. Hij ging 3 jaar reclame maken voor dat stepje, was de afspraak. Financiële details die zijn nooit bekendgemaakt, maar dit weten we wel. Het was een bedrag met 6 nullen. Een prachtig verhaal, kortom, maar het krijgt een lelijk einde, want beide partijen steppen naar de rechter, weet Bart Mos. Bart, goed dat je er bent, want het is een bijzonder verhaal. Oorlog, hè? Zo kunnen we het wel rustig stellen. Eerst even over dat geld, 6 nullen. Weten we hoeveel de deal nou was? Nou, beide partijen willen daar niks over loslaten, maar je kunt er gevoeglijk van uitgaan dat er ettelijke miljoenen betaald zijn. Dat lijkt me ook wel, als het over Lionel Messi gaat. Laten we bij het begin beginnen. Waar is het misgegaan? Ja, de mannen uit Herugowaard met hun stepjes, die gingen dus inderdaad naar Messi toe en sloten een contract met hem. Nou, daar stond van alles in. Messi zou zich inspannen, zou posts doen op Facebook. Er zou een speciaal platform komen op internet waar de stepjes, de Messi-stepjes, rechtstreeks aan te schaffen waren. Ja. Nou, dat platform kwam er niet. Er waren problemen bij de opname van de commercial. Die mochten niet doorgaan, want er was een vriend van Messi in beeld waar hij inmiddels geen vriend meer mee was. Okay. Kortom, er werden afspraken geschonden. Ja, daar kwam eigenlijk helemaal niks van terecht. En dat zag je ook terug in de verkoopcijfers, want er werden nauwelijks van die Messi-stepjes verkocht. Ja, als ze nergens te zien zijn, dan gaat het ook lastig. Terwijl dat ding is een enorme hit, hè? Hoeveel mensen hebben hem wel niet? Tenminste, zo eentje, niet per se de Messi-editie. Nee, de Messi-editie die loopt dus niet zo goed. Nee. Maar de andere editie die is al wat langer op de markt. Hè? En 1 op de 3 gezinnen in Nederland, daar staat zo'n stepje onder de kapstok. Dus dat zijn er honderdduizenden geweest die in Nederland en België verkocht zijn. Dus die mensen uit Herugowaard van dat bedrijf die dachten, nou, als we Messi dan ook nog aan ons kunnen binden, en hij zegt ook nog ja. gaan we nog veel meer verkopen. Ja, die zagen de dollartekens in hun ogen natuurlijk. Ja. Daar kwam helemaal niets van terecht. Ja, maar dit is natuurlijk niet Messi zijn schuld zelf persoonlijk, neem ik aan, want die heeft daar mensen voor die die posts doen, lijkt mij. De rechtszaak speelt ook tussen Messi Management, dus dat zijn management, dus die regelt sponsorcontracten enzovoorts. En die is de afspraken niet nagekomen, stelt althans het Nederlandse bedrijf. Ja, maar ze slepen elkaar eigenlijk voor de rechter, toch? Ja, want het Nederlandse bedrijf had volgens het contract betalingen moeten doen aan Messi, wat ze ook deden. 3/4 van de afgesproken betalingen hebben zij gedaan, maar het laatste kwart, omdat er helemaal niets van de afspraken terecht kwam, hebben zij aangehouden. Dus dat hebben ze niet uitgekeerd. En ze hebben gemeld, als dit niet beter gaat, dan gaan we het contract opzeggen. Nou, dat vonden de Spanjaarden al een contractbreuk, dus die zijn naar de rechter gestapt. Juist. En Messi zelf, heeft hij nog een rol in dit hele verhaal? Jazeker. Die moet komende maandag voor de rechter verschijnen, want die wordt op last van het Nederlandse bedrijf gehoord als getuige. Want die was aanwezig bij de besprekingen waarin werd afgesproken dat internetplatform, Messi.com, de fotoshoot, allerlei andere zaken die Messi zou doen om die scooter onder de aandacht te brengen. En hij heeft ook zelf zijn handtekening gezet onder die overeenkomst destijds. Ja. Maar het is natuurlijk wel een beetje raar, want Messi heeft wel wat beters te doen dan zoveel jaar na dato nog over een paar stepjes komen praten in een rechtbank in Spanje, lijkt mij. Ja, hij heeft het ook geweigerd, want begin februari werd hij al verwacht op de rechtbank in Barcelona. Ja. Toen heeft hij verstek laten gaan. Toen zei zijn advocaat, ja, hij kan niet, want hij moet een voetbalwedstrijd spelen. Nou, daar werd over getwijfeld en de Spaanse rechter was woest. Want als je in Spanje niet komt terwijl je wordt uitgenodigd voor een getuigenverhoor, dat is strafbaar. Ook nog eens. Ongelooflijk. Hoe gaat dit verder? Want we krijgen dus maandag een rechtszaak. Messi wordt daar gehoord over de afspraken die er zijn gemaakt. En ook gehoord over welke afspraken zijn geschonden. Want hij zou onder andere ook op zijn Facebook, wordt door zo'n 70 miljoen mensen gevolgd, die Facebookpagina van Messi. Dus dat is zeer interessant om daar reclame op te maken. Heeft hij niet of te laat of de onjuiste momenten gedaan, daar zal hij over gehoord worden. Ja, en hoe gaat het dan verder? Want jij zegt dus, er wordt van 2 kanten beschuldigd over en weer. Ja, deze oorlog moet beslecht worden, want dit komt niet meer goed als ik jou zo hoor. Nee. Nou, voor wat ik ervan weet, is dat Messi inderdaad in gebreken is gebleven. Dus dat het Nederlandse bedrijf, dat hem inmiddels al om en nabij 2 miljoen
heeft betaald, ja. Gewoon recht heeft op een deel teruggave daarvan. Ja. Gelukkig hoeven wij hier niet op de stoel van de rechter te gaan zitten. Nee. Maar je blijft de zaak wel volgen. En dan kom je zeker weten. Bart Mos, dankjewel voor wat je verteld hebt. Meer van jouw hand in de krant natuurlijk en op telegraaf.nl. Yep.